Hi, ik ben Eline Bakker en ik wil dit jaar heel graag een album uitbrengen. Het kan zijn dat je me kent van een aantal liederen die ik heb uitgebracht de afgelopen jaren. In 2019 bracht ik mijn EP uit met 5 eigen liederen. Nou, en die nummers die hebben het eigenlijk heel goed gedaan bij de mensen. Mensen luisteren er graag naar, zingen ze ook graag. Kerken gebruiken ze veel in kerkdiensten. Opwekking heeft zelfs een aantal van de liederen opgenomen in hun bundel. Mensen worden erdoor geraakt en het mooiste van alles vind ik de verhalen van mensen die zeggen dat ze door de liederen dichter bij God gekomen zijn. Nou, fantastisch. En wat doet dat nou met mij? Nou, allereerst laat het me beseffen hoe ontzettend groot God is, hoe klein ik maar ben en hoe fantastisch het dan is dat die God ervoor kiest om door mij, door zijn kinderen heen te werken. En dat geeft me ook een hele grote boost. Het heeft mijn creativiteit aangewakkerd. En ik ben blijven schrijven. En het resultaat daarvan ben ik heel enthousiast over. Het zijn 14 nieuwe aanbiddingsliederen. Die 14 nummers, die zijn klaar. En mijn droom is nu om daar een album van te maken en dat uit te brengen dit jaar. Er moet nog één ding gebeuren. En dat is dat die liederen de studio door moeten. En die stap, die kost gewoon ontzettend veel geld. 12.000 euro. Nou, dat heb ik niet zomaar liggen. Maar samen kunnen wij ervoor zorgen dat dit nieuwe album aanstaande oktober overal te verkrijgen en te beluisteren is. Dus ik wil je vragen, doe je mee? Je kunt meedoen door te kijken op mijn crowdfunding site en daar te doneren. Je kunt ook hele toffe tegenprestaties kiezen, waaronder bijvoorbeeld de tegenprestatie dat jij straks als eerste het cd op de mat hebt liggen. Dus ik wil je vragen, kijk op de site en doe mee. En alvast ontzettend bedankt.